Wout, hartelijk welkom in de studio van Link Media. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier niet voor niks. Imke Dijbel is er ook bij, maar die komt dan na de klok van 11 uur aan het woord. Met jou samen natuurlijk ook. Vraaggesprek. we hebben jullie natuurlijk uitgenodigd in verband met het 40-jarig bestaan van de Roonse Comedie. Wat vliegt de tijd, Wout? Ongelooflijk. Ja, weet je nog het begin allemaal? Ja, 37 jaar geleden voor mij. Dus, 37 jaar geleden, ja. Hè? Ja, ben ik erbij gehaald door iemand. Ben je erbij gedaan door iemand? Ja, ben erbij gehaald door iemand. Een vriendin van mijn zus was dat. Een vriendin van je zus? Ja, en die zegt van, we hebben mensen nodig, vind je het ook leuk? Aan mijn zus vroeg ze dat eerst. Zegt ze, nou, misschien vind je broer het ook wel leuk. Nou, ik wil wel eens meekomen kijken, want kijken wat het is. Ja. Ik was al bij meerdere groepen geweest, maar dat was allemaal niks. Drie regisseurs op een rij met een zweep, geloof ik. Oh. Mocht je niks zeggen. Ik denk, dat is helemaal... Is dat bij de Roodse Comedie niet? Nee, dat is bij de Roodse Comedie niet. Oh, die zweep is nooit gebruikt? Nee. Ik heb wel een kanon, hoor. Oh. Maar, nee, ze luisteren toch niet. Ze maakt niet uit. Hey, doe je best. Dat is zeg maar 1987 dan. Ja, 87. Voor jou. Ja. Maar in die 40 jaar is er ontzettend veel gebeurd, neem ik aan. Waar is de Roonse Comedie ooit eens begonnen? Want hij is opnieuw opgezet. Hij is opnieuw opgericht. In 84 is de heer Spronk daarmee begonnen. Oh, een bekende naam. Ja, een bekende naam. Ja, Kees Spronk. Ja, ik kom ook vaag voor. Maar in ieder geval, die is toen met een groepje begonnen die een cursus hadden gevolgd bij Frank van Vlerken. Frank van Vlerken. En die wilde de Roomse Comedie eigenlijk weer opnieuw oprichten, want die was eigenlijk te zielig gegaan. Ja. Nou, die is ermee begonnen met repeteren in 84. En in 85 hebben ze eigenlijk officieel de eerste uitvoering gehad in maart. Ja. En toen hebben ze in januari ook de club opnieuw bij de notaris vastgelegd. Ja. Dus vandaar dat we nu 40 jaar bestaan. Ja, dat gaat wel hard dan, hè? Ja, gaat heel erg hard. Maar goed, in ieder geval, het was in de beginsituatie hebben we verschillende locaties... moeten doen. Waar is de Roonse Comedie begonnen met het repeteren, weet je dat in het nog? Centrum, maar nu ook te spelen. We zijn weer terug. Ja, zijn we helemaal terug in het centrum, ja, inderdaad. Kijk eens aan. Ja, we hebben heel wat, wat gebouwen gehad. De ene, het Clemens Huis, dat is verbouwd tot een moskee. De Larenkamp is afgebroken, dan wordt nu een school in een flats gebouwd. We hebben nog even in Portugal gezeten, in de Brinkhoeven. Maar was eigenlijk iets te duur voor ons. De overstap die we altijd hebben gemaakt met de gemeente, we hadden wel aardig wat korting. En toen kwam jij, mag ik dat zo maar zeggen. Ja. Toen kwam jij bij een of andere uitvaartvereniging, die was bezig geloof ik in het centrum. Ja, dat klopt, van Adrie van der Zwan. Van Adrie van der Zwan. En die hield in gebouwd centrum een uitvaartbeurs, zo heette dat. Ja. En dan kon je... je stenen uitzoeken, er werd alles aan gedaan om je te informeren wat nou zo'n uitvaart inhield. En toen kwam ik toevallig iemand tegen tijdens die uitvaart. Hey Kees, hoe gaat het ermee? En jullie hebben hier ooit eens gerepeteerd en toneel gespeeld. Klopt. Wil je het boven nog eens een keer even zien? En toen, dat was eigenlijk de druppel weer. En toen hebben we dat bekeken en toen was de Roonse Comedie eigenlijk weer verkocht aan gebouwd centrum. En alleen, er was een toneel minder, hè? Ja, klopt. Wij gingen er toen eigenlijk uit omdat er geen toneel meer was. Toneelvloer die we hadden, dat stukje, dat is eigenlijk een jeugdhonk geworden. En daar doen we tegenwoordig dan de griem en ons verkleed en dat soort dingen. Maar dat was ik geloof nog geen meter overgebleven van het oude toneel. Dus toen moest je eigenlijk in een soort kuil spelen. En dat hebben we maar niet gedaan toen. Nee. We hebben nog één keer Roon 800. Ja. Hebben we het Eenakte Festival georganiseerd als Roonse Comedie met de Poorters toen de tijd. En toen speelden we wel eigenlijk, want er zit natuurlijk ook een muurtje in verhoging. Dus mensen keken eigenlijk altijd, als het op de vloer gebeurde, kon je dat niet zien. Dus toen zijn we daar eigenlijk weggegaan. Toen zijn we eigenlijk in de Larenkamp even terechtgekomen. Die bleek ook iets te duur te zijn vergeleken. En toen zijn we bij het Clemens Huis, hebben we al ook 21 jaar gezeten. En daarna weer terug naar de Larenkamp, die hebben toen dezelfde prijs overgenomen van het Clemens Huis. Ja, de Larenkamp was ook uit moesten. Ja, het was heel uniek, de Larenkamp ook. Want toen we in de gaten hadden dat in gebouwd centrum natuurlijk het toneel was weggehaald, moesten we eigenlijk een nieuw toneel hebben. Ja. En toen kreeg ik een telefoontje van de beheerder van de Larenkamp.
Hey Kees, je bent altijd de hulpzint hier geweest en dan willen we jou ook bedanken nog steeds. Ik zeg, waar heb je het over? En dan, nou, hij zegt dat het podium wordt binnenkort afgebroken. Is het wat voor je? Nou, daar hebben wij contact onderhouden natuurlijk, wat het inhield. Je hoeft nergens mee te zitten, het kost niks, we brengen het gratis naar je toe. Nou, dat zijn ook weer hele mooie momenten natuurlijk. En zo doen de zweven op het oude podium van de Laren komt. Ja, tribunedelen waren het eigenlijk. Het podium zelf was dat natuurlijk ook vast, de oude tribunedelen. Ja, ja. Ja, klopt. Imke Duibel zit er nu ook naast. Imke, hartelijk welkom ook. Dank je wel. In de studio als bestuurslid. Imke, van harte welkom. Dank je wel. In de studio. Hé, hey, Imke, Wout zit er al 37, zeg maar, bijna 40 jaar bij. Hoe zit het met jou? Ik denk dat ik er nu zo'n 20, 21 jaar bij zit. Ja, hoe ben je er toegekomen om lid te worden van de Roodse Comedie? Weet je dat nog? Volgens mij heb ik gezocht op internet naar toneelverenigingen. Ja. En er waren er twee. En eentje was opgeheven. En toen bleef de Roodse Comedie over. Dus tweede keus. Wezen kijken. Ja, tweede keus. En jammer. En toen ben je komen kijken een keertje. Ja. Maar weet je nog hoe dat ging? Waar speelde de Roodse Comedie toen? De Winkelhoeven? Nee, niet de Larenkant. Clemenshuis. Het Clemenshuis. Ja. Dat heb jij gezien toen van... weet ik nog welk stuk toen gespeeld werd? Weet je ook niet meer. Weet ik ook niet meer, nee. Maar je vond het wel leuk, denk ik. Ik vond het zeker leuk en ook hartstikke knap. Want jullie zaten net tegen een voorstelling aan. Dus er was al heel goed te zien wat er allemaal gebeurde en hoe het gebeurde. Dus ik was onder de indruk toen. Ja. Dat is ook de enige keer geweest, maar toen was ik onder de indruk. Ja, en toen ging jij meedoen, toen waren ze niet onder de indruk. De mensen waren niet meer zo onder de indruk van de Roodse Comedie. Het stuk waarin jij speelde de eerste keer was hoogspanning, levensgevaarlijk. Ja. Was dat bij haar? Ja, was het mijn vriendinnetje. Ja. Hoe was jouw vriendinnetje? Opa en oma. Ja. Opa en oma? Ik ben er ook nog vanaf gekomen. Nee, maar dat is hartstikke leuk. Dus het was haar eerste rol. Ja. Ja. Ze speelde zijn oma. Ja, en ik ben gebleven, dus ik vond het wel leuk. Ja, nou, kreeg ze niet weg. Nee, maar dat is. Wout, je hebt de meeste stukken geschreven van de Roodse Comedie. Nou, Wout, hoeveel zijn er toch alweer zo'n beetje? 16 of 17. 16, 17. Ze is ook niet eens allemaal gespeeld. Nee. Nou, het scheelt niet veel, hè? Nee. Zo niet veel. Stuk of vier niet. Maar goed, ja, elk stuk is niet geschikt. Nee, ook dat. Maar ze worden landelijk gespeeld. Ja. Niet verkeerd ook natuurlijk. Af en toe ga je wel eens kijken. Ben je ook eens mee geweest, Imke? Één of twee keer. Was leuk om anderen te zien spelen. Ja? Ja, zeker. En toen hadden wij al gespeeld of toen moesten we nog spelen of zo? Weet je dat niet meer? Weet ik niet meer. Ik denk dat we al gespeeld hadden. Ja. Dus dat het leuk was om dat te zien door anderen. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ontzettend leuk dat zo'n vereniging nog bestaat na 40 jaar. Had je dat verwacht? Imke? Nou, we hebben een hele goede voorzitter. Ik vind het ontzettend leuk. Nee. Kijk, de mensen weten ook wel dat ik voorzitter ben van de Roodse Comedie. Het is ontzettend leuk om dat in al die jaren meegemaakt te hebben. Met een lachende traan, zeggen ze wel eens. En dat is natuurlijk bij ons ook gebeurd. Hè? Van mijn vrouw en natuurlijk ook Karin Vorsel. Ik noem maar twee. En er zijn in het begin situaties zijn er ons. Jacqueline de Grasman, die is ook niet meer onder ons. En zo is dat is met iedere vereniging natuurlijk zo, met een lachende traan. Maar dit is natuurlijk wel mooi dat we nog steeds bestaan. En natuurlijk Albert-Jan Verhoef, mag ik best even noemen. Die natuurlijk best ook een beetje voor heeft gezet ten aanzien van de publicatie. Programmaboekje, kaarten, posters. Ja. Oké, nou dat is natuurlijk ook fijn dat je het op die manier naar de buitenwereld ook kunt tonen, ja toch? Ja. Het ontwerp heb ik dan meestal gedaan. En als de dingen. Werkt het helemaal mooi af. Het is hartstikke fijn, want mooi drukwerk is toch wel goed. Ja, jij stelt altijd de boekjes ook samen. En adverteer dus, daar zijn we natuurlijk ook heel dankbaar voor. Ook een steuntje in de rug voor ons. En dat, daar is Imke weer voor, hè. Die heeft het penningmeesterschap overgenomen voor mijn overleden vrouw Rita. En dat hebben ze ontzettend mooi gedaan. En dat is ontzettend mooi dat ze dat doet. Hè? Want bestuursleden, kijk maar om je heen. Het ene verenigingje valt en de andere komt erachter. Vooral natuurlijk in de gezondheidszorg. En natuurlijk ook bij allerlei hobbyverenigingen. De snakken zitten naar bestuursleden. Ja. Ik vind sowieso dat wij heel veel vrijwilligers hebben die lang blijven hangen en ook super enthousiast zijn.
Ja. Heel goed werk leveren. Ja. Ja, de aanhang ook wel een beetje. Ja. Dat soort dingen. Noem er eens heel een. Fijn. Noem er eens een. Een vrijwilliger, hè? Dochter van Wout, die dan de Griem heel lang gedaan heeft. Ja. Mijn vrouw die meestal bij Rita naast de kassen zat, nu alleen dan waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Of met de loodjes ringen ze rond, de dames. Ja. De mensen van techniek en lichten we ooit gehad hebben. Ja, nou, Imke die doet nu niet mee in, jij souffleert. Ja. En jij zorgt in ieder geval ook voor de tombola, want het is ook niet verkeerd, hè? Mooie prijzen. Mooie. Ja. Leuke prijsjes, zeg ik allemaal. Nee, maar daar steun je de vereniging ook goed mee. Daarom. Zo 40 prijsjes en dan... Nou ja, het zijn hele leuke dingetjes die erin zitten. Dat mag jij doen. Ook mensen vinden het ook bollig, maar we moeten natuurlijk ook leven, de vereniging. Ik bedoel, we hebben helemaal geen financiële steun van wat dan ook. Nee. Nu toevallig ook de Rabobank actie. Mensen die bij de Rabobank sparen kunnen dus op hun favoriete club hun stem uitbrengen. Een winkelier in Hoogvliet, of nee, in Portugal. Supermarkt, nou die hebben ook al een actie waar we dus meedoen. Dan kijk, dat is allemaal geld wat binnenkomt, maar we heel goed kunnen gebruiken. Ja. Ik bedoel, alles wordt duurder, de zaalhuur, alles wordt duurder. We hebben decorspullen nodig, geluidsspullen, dat soort dingen. Ja. En we hebben ons eigen theatertje min of meer een beetje opgebouwd in het centrum. Dus dat is heel fijn als dat allemaal daar kan blijven staan. Alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen, ja. Zo zeggen ze dat. En dus kom je bij de supermarkt, kan die een beetje helpen. Dus dat is lijkt me een plus voor ons. Ja, dus dankzij de adverteerders en de vrijwilligers kunnen wij ook blijven draaien. En nou moeten we nog leden krijgen eigenlijk erbij. Ja. Een beetje jonge leden, want eigenlijk sterven we langzaam uit. In principe bloeden we dood met oudere mensen natuurlijk. Ja, dat is gewoon hartstikke waar. Fijn dat ze meedoen allemaal, maar ze gaan wel mankeren op een gegeven moment. Ja. Dat is toch vervelend. Er zit aardig wat op leeftijd, daar hoor ik zelf ook bij. En het is zo dat... dat we vaker mensen die een jong rolletje willen spelen, nou zijn we niet allemaal oud. Nee. Natuurlijk best wat veertigers, erbij zijn de jongsten een beetje. Eén is geloof ik 45 en 46 nu en dat is de jongste dan eigenlijk. Maar goed, we moeten in ieder geval ervoor zorgen dat, dat natuurlijk de Troonse Comedie blijft bestaan en dat we natuurlijk wat nieuwe leden erbij krijgen. Maar 19 oktober, dat is de datum, Wout, dat we gaan spelen. We hebben alweer geloof ik 2 jaar niet gespeeld. Het is ongelooflijk, we hebben zoveel tegenslag gehad. Ja, dus met het gebouwd centrum met toen ingericht voor asielzoekers op te vangen. En toen hebben we gelukkig Raoul Verhagen van de gemeente Alberswaard. Die heeft prachtig voor elkaar dat we in een fabriekshal gingen spelen in 19 maart. Ook de 19e toevallig, 19 maart, verleden jaar. En dat was natuurlijk fantastisch. Ja, toch ook. Ja, het gaat zo hard. Maar in ieder geval. Corona daarvoor gaat ook niet. Ja. Maar het was ontzettend goed dat de gemeente daarvoor gezorgd heeft. En petje af dat het zo is mogen lopen. Maar nu zijn we weer terug op de oude locatie. En dat is alleen maar mooi. Ja, hartstikke fijn. Ja. Ja. Vertrouwd. Imke, jij doet nu niet mee. Maar jij bent natuurlijk ook. Je hebt gezorgd dat Wout en ik gehinderd werden. Hè? Hoe kwam je daarbij op? Ja. Hoe kwam je zo erbij? Ik vond dat jullie hartstikke veel deden voor de vereniging. En ik zag dat gebeuren. En ik denk van, is er nou niet iets om jullie in het zonnetje te zetten? Ja. En toen heb ik contact opgenomen met de gemeente Albrandswaard. En die waren gelijk heel enthousiast. En die zeiden van, nou heb je wel eens daaraan gedacht? En toen is dat in gang gezet. Nou, het was heel apart, hè? Toen was de burgemeester Latenstein, die heette toen nog... De burgemeester heette toen nog Latenstein. Ja. En dat hadden wij net een avond gespeeld in de zaal. En toen zat ze op de voorste rij, maar ze kwam eens meer kijken naar de Roodse Comedie. En toen hadden we ons dankwoordje gedaan. En toen stond ze op met de ketting om, ik moet nog even iets vertellen. Dat was een hele grote verrassing. Heel mooi, het staat ook op film. En dat was 20 jaar geleden. Gaat het hard, hè? Ontzettend mooi. Wel leuk. Bedankt nog. Wel leuk. Ja, in ieder geval, de voorstelling is 19 oktober in Gebouwd Centrum aan de Julianenstraat in Rome. De zaal gaat 7:30 open en 8:00 dan gaat het stuk beginnen. En er zit een prachtige pauze van 30 minuten in, waar de mensen wat kunnen drinken. En na afloop kunnen ze natuurlijk alle prijsjes voor de tombola die ik heb uitgezocht. Die kunnen mensen natuurlijk voor een klein bedrag kunnen ze die kopen. Ja toch? Zo was het op Imke? Ja, loodjes zijn 1 euro. Loodjes zijn 1 euro, ja. En een
extra prijsje voor de zaal, voor de mensen in het programmaboekje stoppen wat het in. Ja, ik zou altijd een extraatje. Ja. Ja. Nou, ik kijk naar de klok. Ontzettend leuk dat jullie er waren. En ontzettend veel succes op 19 oktober. Dat heel veel mensen mogen komen natuurlijk naar de jubileumvoorstelling. En aanstaande woensdag kom als het potheid van de Schakel. Kom ook naar ons toe. We hebben ook nog een leuk stuk in de Schakel. Niet deze week, maar die week erop. Dus er staat ook alles in hoe u kaarten kunt bestellen. Dus ik weet u van harte welkom. Jullie hartstikke bedankt. Hele fijne zondag verder. Dankjewel. En misschien zien we elkaar nog eens.